Lieve mensen, jullie denken misschien, hè, jullie album is toch al uit? Maar jullie releasen Klinkerstraat ook nog eventjes. Ja, dat klopt. Weet je, Klinkerstraat is een van onze favoriete nummers en eigenlijk ook een van onze oudste nummers. Toen we Hemelhonger maakten, toen waren we ook al druk bezig met Klinkerstraat. En het leek ons leuk om bij deze release een kijkje achter de schermen te geven. Want Klinkerstraat was echt heel erg leuk om te maken, maar op een gegeven moment wisten we niet meer zo goed wanneer het nummer nou in onze ogen af was. Dus soms dan moesten we het even laten en op andere momenten hadden we ineens weer vette ideeën. Maar we hebben dus heel erg de tijd hiervoor genomen en nu is het dus een van onze favo's. Dus we dachten, leuk om even hier wat beelden van te laten zien. Ik moet toch wel zeggen, ik vind het zo leuk dat hier zoveel passie in zit. Hier begonnen we met, oh, dit kan ook nog hier in Logic. Yeah. Oh, we kunnen ook dit doen. Oh, we kunnen ook gewoon alles vertragen. Ondanks dat het een soort creepy, emotioneel nummer is, is het wel, je hoort heel erg ons plezier hierin ofzo. Ja, yeah. En dat vond ik ook zo fijn, die momenten dat we dan gewoon een soort samen, gewoon letterlijk dat eentje dan, en dit geluid. Ja. En dit geluid. Oh, dit is vet! Ja. Oh, dit is ook een mooi geluid voor een ander nummer dat ik ergens opschrijf. Oh ja, inderdaad. Ja. Ja. Duizel door je. Duizel door je. Je schaduw komt terug. Wat vind je? Ja, ik vind het cool. Ja, dit is denk ik wel beter. Ja. Het lijkt me ineens heel leuk om deze live te doen. Ja. Wat denkt gij? Ik weet gewoon niet wat we hier nog verder aan moeten doen. Dan denk ik, dan is het misschien af. We moeten gewoon weten wanneer we moeten stoppen. Mm-hmm. Ja, en dat we dan misschien voor live gewoon dan nog onze verdere creativiteit. Hoe gaat die live werken? Dat we dat we dit live kunnen doen. Ja. En dat we voor hier ook eer moeten doen aan onze... De meta's van vroeger. Want die zouden anders echt nu hier zitten. Nee, dat hebben we zo bedoeld. Ja, inderdaad, dat doen jullie. Ja. Nee, dit klopt niet. Oh. Dit is lelijk. Ja. Dit is omslachtig. Ik dacht in ieder geval, wat al zou er iets met de... Billie Eilish vind ik ook, dus dat er een soort stem erbij zit, maar die dan wel net in een andere toon zit of zo. En dat wilt eigenlijk al vanaf het begin. Oh ja, nee, dat is, nu ik het zo zeg. Nu jij het zo zegt, snap ik wel dat je dan... Dan hoor ik ineens die heel ver weg. Ah, ik vind wel de... Die vind ik wel heel goed. Ik ben een soort bang dat het dan... Jammer is. Ja, dat het meer... de creepiness en zo. Mm-hmm. Dat... Dat het er nog wel meer in kan. Ja, en dan niet per se in hele grote veranderingen of zo misschien, maar... Meer in subtiele dingen. Ja. En dat voelt alsof we nu dus heel erg... het is niet zo dat we de perfectionistisch worden, maar structuur van het nummer onderuit halen. Nee, want we zijn misschien nu meer bezig van... Oké, doet het met mensen die dit voor het eerst horen wat wij ermee willen? Of zo dat het doet. Ja. Gewoon de stem hebt, maar dat er dan iets onder zit wat het wel al interessant maakt. Maar waardoor je niet veel te veel... niet in de leegte. Ik denk dat dat heel mooi is. Ik heb ineens een visie. Ja, wat nou, het is niet dat ik het echt hoor, maar jij bedoelt toch ook dat naast het wil verder weg, dat er ook aan het begin al... Ja. Een soort harmonieachtig iets meeloopt. Ja. Maar wel subtiel. Ja, dat is wel wat we met die pet ook misschien probeerden. Ja. Ja, ik ben als een hele light. Ja. We zitten op 8-4-2, dus dat kan ook op 1-4-2.
Nou, en toen hebben we nog allemaal dingen gedaan, maar dat hebben we allemaal niet gefilmd. Maar uiteindelijk was Klinkerstraat af en zijn we er mega trots op. Laat even weten als je het leuk vond om dit te zien. Want dan gaan wij even proberen om wat vaker de camera aan te zetten als we in de studio zitten. Oké, doei.